Zondag vindt in het hele land de Dag van de Ambachten plaats en dat is voor Bruno van Rans traditiegetrouw het uitgelezen moment om zijn atelier voor kwalitatieve ambachtswerken in Beinchem in de kijker te plaatsen. Van 10 tot 18 uur is iedereen welkom in atelier Ise Daase aan de Beinchemse Steenweg, waar Bruno en zijn vrouw Mia Bogaert al sinds 1997 hoogwaardige keramiek vervaardigen en cursussen en initiaties geven. In de meeste gevallen is dat 10 weken aan elkaar, een avond op de week. Op die manier is de last niet te zwaar, is dat geen te groot opdracht, maar kunnen ze rustig hun ideeën uitwerken. Op andere momenten doen we dat op een dag. Dus specifieke zaken zoals rakkoes stoken, mallen maken, dat we een korte reeks inlassen. Er zijn ook mogelijkheden om mensen gewoon eens een kennismaking te geven op één dag, met heel de familie. Kunnen ze al een keer uitmaken of dat hun ligt of niet. Hè? Iedereen kan het eigenlijk aan. Hè? Dus het is binnen, een winteractiviteit. In het dagelijkse leven worden we weinig geconfronteerd met iets creëren uit niets. Hè? Is het vaak met veel papieren verplaatsen. Hier is het een hoop modder, dus het materiaal zelf is niet hoog gewaardeerd. En achteraf, hetgeen dat eruit komt, kan waardevol zijn. Hè? Als je zondag in je werkplunje afzakt naar Beinchem, kan je misschien eens proberen een potje te draaien. Maar interessant is zeker een vaste demonstratie Rako, die Bruno van Ranst zal geven. Rako is een Japanse stooktechniek die je best niet toepast in je keuken of living. Rako is een stooktechniek waarvoor dat de stukken al voorgebakken zijn op een 960 graden. Dus ze zijn al gebakken, wel lage temperatuur. Dan de tweede fase is glazuren met een laagbakkende glazuur. In dit geval 1000 graden, wordt een tweede keer opgestookt op korte termijn, een half uur. Hup, een beetje laten afkoelen, gloeiend eruit gehaald, in het zaagsel steken, laten reduceren, een beetje laten afkoelen, dus iets temperen en dan snel afkoelen in het water om het nog sneller te laten gaan en opkuisen en voilà, gedaan. Dus waar een normale baktechniek 24 uur duurt, heb je hier een cyclus van een uur en je hebt al resultaat. Maar het resultaat kan verrassender zijn. Ja, zeker weten. Dat is afhankelijk van de momenten en de techniek ook. Hè. Dus er zijn altijd verrassingen. Na de fusie van Goik, Kester, Leerbeek en Oetingen in 1976 ging het gemeentebestuur van het nieuwe Goik op zoek naar een wapenschild. Daarvoor zocht het inspiratie bij belangrijke Goikse historische figuren. Uiteindelijk belandde men bij Lanslot Ignace Jozef de Gottigny, de eerste meijer van Goik. De drie beukenhamers uit zijn familiewapen werden in 1984 door Goik overgenomen. Deze stalen joekels op de rotonde van de Wijngaardstraat en de Edingse Steenweg zijn van de hand van de Goikse kunstenaar Luc de Maaier. Het monument werd officieel onthuld in 2006. Ondanks zijn drukke bestaan als HR-consulent en gemeenteraadslid vond Tim Kind uit Afligem de tijd om een fraai fotoboek samen te stellen over zijn gemeente. In het verdwenen Afligem worden de zeldzame oude foto's die destijds werden genomen in de landelijke dorpen Essenen, Hekelgem en Teralfene voor het eerst samengebracht. Het was niet de bedoeling van Tim Kind om een diepgravend historisch werk te schrijven. Hij wilde vooral een verrassend kijkboek samenstellen. Een heel kleine ambitie om geschiedkundig werk te leveren, maar het is voornamelijk een leuk kijkboek geworden voor mensen die kort eens willen bladeren en een leuk verhaal meenemen over iets wat ze nog niet kenden of misschien herkennen uit hun jeugd. De foto's geven wel degelijk een verdwenen Afligem weer. Als je terugkijkt op de periode die je hier op deze foto's ziet, gaat het echt wel over drie ingesluimerde plattelandsgemeenschappen met zeer weinig inwoners, geen comfort, geen luxe, allemaal dingen die nu compleet anders zijn. Dus je herkent nog wel een aantal zaken, maar de essentie is dat Afligem toch wel spectaculair veranderd is.
Ik ben aan de foto's gekomen door bij mensen langs te gaan die oude foto's liggen hadden. Er zijn ook een aantal verzamelaars, hoe gek dat ook mag klinken, die oude foto's van Affligem verzamelen. En geloof het of niet, via Facebook ben ik ook op vrij veel oude foto's terechtgekomen door toch eerder jonge mensen aan te sporen om eens te gaan grasduinen in de kasten van hun grootouders. In het verdwenen Affligem worden de deelgemeenten van het huidige Affligem in afzonderlijke hoofdstukken behandeld. En ook de beroemde abdij van Affligem kreeg een apart hoofdstuk. We staan hier aan de abdij Affligem, die trouwens geregeld verkeerdelijk de abdij van Affligem genoemd wordt. Om twee redenen. Eén, omdat de abdij aan de oorsprong ligt van de naam van onze gemeente. Vroeger hadden we Hekelgem, Essenet, Ralfenen en na de fusie werd dat Groot Hekelgem. En kort nadien is dat dan herdoopt tot Affligem, naar de abdij. Een tweede reden waarom we hier staan is het gebouw achter mij. Dat zal heel veel bierliefhebbers interesseren. Het is namelijk de allereerste brouwerij van het Affligem abdijbier. Een extra hoofdstuk is gewijd aan een reeks zogenaamde spookfoto's. Spookfoto's is een beetje een catchy naam. Wat we gedaan hebben is heel oude foto's, dus laat ons zeggen uit 1914. En we zijn die opnieuw gaan nemen wanneer dat kon. We zijn op precies dezelfde plaats gaan staan als de fotograaf, laat ons zeggen 100 jaar geleden. En de nieuwe foto hebben we dan met Photoshop gemengd door de oude foto. En dat geeft een heel bizar, maar heel leuk effect. Het boek Het Verdwenen Affligem is verkrijgbaar bij de lokale boek- en dagbladhandelaars en een aantal andere zelfstandige zaken in de gemeente of bij de uitgever. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar Kom op tegen kanker. Dilbeek heeft iets met Pieter Bruegel de Oude en dat heeft natuurlijk veel te maken met het kerkje van Sint Annapede dat zou afgebeeld staan op Bruegels Parabel der Blinden. Voor wie de grote meester helemaal wil doorgronden en alles wil weten over zijn oeuvre en zijn tijd, organiseren de Vlaamse actieve senioren morgenmiddag in het Savio Centrum in Dilbeek een diacauserie over Pieter Bruegel. Liefhebbers van tweedehands of nieuwe strips moeten zich zondag naar Jeugd- en Muziekcentrum Nijdrop in Opwijk reppen. Daar vindt vanaf 10 uur de jaarlijkse stripbeurs plaats. Om 14 uur komen de tekenaars Steven Dupré, Christophe Spaai, Luc Romheken en Mark van Broekhoven hun albums signeren. Wie dol is op zoetigheid kan zondag een bezoekje brengen aan chocoladeatelier Praleen in Halle. Naar aanleiding van de Dag van de Ambachten gooit het bedrijf om 14 uur de deuren wagenwijd open voor het grote publiek. Je zal er kunnen zien hoe de handgemaakte chocoladeproducten van Praleen worden gemaakt en je mag er ook eventjes van proeven. En de kinderen kunnen hun eigen chocoladelolly afwerken en opeten.